Hallo, welkom. Ik ben Sarah Lindehols en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel gemakkelijk, simpel, aan de hand van cirkeltjes en driehoekjes, hoe je deze twee leuke cutie pies van hondjes kan tekenen. Dat ga ik je stap voor stap uitleggen, zoals ik al zei, aan de hand van cirkeltjes en driehoekjes. Nou, als je dat kan tekenen, dan kan je deze hondjes ook leren tekenen. Wat gebruik ik vandaag? Gewoon potlood en gum. Ik gebruik voor het schetsen verder de Micron pennen 02 en 05. Ik ga niet met nat werken, maar ik vind het sowieso altijd wel fijn dat Micron watervast is. Voor de randjes gebruik ik Versa Magic en deze pons. Het kan ook een andere vorm van pons zijn. Ik gebruik pastelpotloden vandaag. Heel anders als gewone potloden. En pastelpotloden moet je fixeren met sprayfixatief. Kan ook haarlak, maar ga ik straks vertellen hoe dat in elkaar zit. En ik doe dat allemaal op dit prachtige blauwe papier van Rembrandt, wat ook geschikt is voor pastel. En dat is wel extra fijn. Gewoon kopieerpapier of heel glad papier, daar pakt pastel niet zo lekker op. Ik gebruik wattenstaafjes voor het blenden, maar je kan ook een doezelaar gebruiken. Doe je mee? Oké, laten we beginnen. Ik wil een kaart maken natuurlijk. En ik heb gekozen voor blauw papier, omdat ik dat toch even heel stereotyperend net even iets mannelijker vind dan roze papier. Vergeef me als dat kwetsend is. Wat ik niet kan voorstellen, maar je weet het nooit. Even kijken. Je weet al uit vorige filmpjes dat ik niet zo van het hele precieze afmeten ben. Daar hou ik niet zo van. Het moet allemaal snel. En ik vind deze lineaal trouwens ideaal. Die heeft van die vakjes. Hij is trouwens heel vies. En daarmee kan ik heel makkelijk heel recht trekken. Kijk, hier leg ik het streepje precies op. En dan kan ik helemaal goed recht houden. En je ziet gelijk of je schuin gaat op je bladzijde of niet. Nou, ik wil de kaart iets kleiner als de envelop. Dus dat wil zeggen dat ik hier moet gaan rillen. En dan leg ik deze weer even terug. En dan iets eroverheen. En dan weet ik dat ik daar moet. En dan zie je dat als ik hier even zorg dat ik met die lijntjes precies op de rand van het blad ben. Hier ook. En dan weet ik dat ik een rechte lijn heb. Dan ben ik volgens mij hier de rand gedaan, als ik me niet vergis. Ja, dus ik heb dit stukje over. Dit knip ik uit. Daar moet ik binnen blijven wanneer ik de hondjes teken. En zoals altijd, wanneer ik ga tekenen, dan begin ik gewoon even met een aantal lijnen. Vlakjes en, hoe zeggen we dat? Driehoekjes en cirkeltjes. En ik ga deze keer, laten we eens even kijken. Dit wordt de voorkant van de kaart, want ik ga hem dubbel vouwen. En ik wil even een gek hondje. Laten we zeggen dat ik twee hondjes wil tekenen. Dit is dan de middellijn. En dan ga ik hier een hondje tekenen. En hier een, we beginnen even. Ze zitten in het gras. En laten we even beginnen met een driehoek. Kunnen jullie dat zien op het scherm? Even dubbel checken of je het kan zien. Nou, volgens mij kan je het wel zien. Het is wat lastiger. Straks wanneer ik het ga overtrekken zie je het. Ik heb hier een driehoek. En het maakt even niet zo uit welke vorm de driehoek heeft. Maar ik heb hem hier even een langere zijde aan. En dan doen we hier de nek. Even gewoon een streepje. Ik doe hem even gebogen. Je kan hem natuurlijk ook rechtdoor laten gaan. Afhankelijk als de hond naar boven kijkt. Nou, dat kan ook. Laten we de hond naar boven laten kijken. En dan doen we een rechthoek. Gewoon heel simpel. Een rechthoek. En we gaan even, ik weet niet hoe deze honden heten. Hier is die nek. Dan gaan we hier twee oren tekenen. De oren staan even iets naar achteren gericht, alsof ze alert zijn. Een cirkeltje voor het
oog. Nou, hier komt uiteraard de neus. En dan doen we deze. Zie je hier wat ik hier doe? Ik doe even een buigje in dat vierkant, of in dat rechthoek moet ik zeggen. En hier komen de haren. Dus dit wordt allemaal haar. Hier komt een oogje, omhoog kijkend. Hier maken we de lijn van de driehoek even wat meer gebogen. Met hier een pootje. En hier, in plaats van dat we het op dat streepje houden, maken we hem even iets dikker. En dan heb je hier eigenlijk als het ware de schouder van de hond. En dat gaat even in een boogje. Zo. Met een klein staartje. Een heel klein, haast onnoemenswaardig staartje. Ongeveer op de helft doen we een boogje. Je kan in je hoofd een cirkeltje bedenken. En weer dat pootje. Zo. Dan ga ik hem intekenen en ik pak micron 02. En je ziet nog steeds die basislijnen. Een grote driehoek. Nou, hier heb je eigenlijk een halve cirkel. Hier heb je een vierkantje wat je eigenlijk met een boogje een beetje hebt weggewerkt. Twee driehoekjes voor de oren en een cirkeltje voor het oog. Nou, dat oog kan je natuurlijk in plaats van een cirkeltje, kan je natuurlijk ook gewoon zo een klein oogje doen. Of zo. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Nu vind ik het belangrijk, het is een vacht, dus ik ga niet in rechte lijnen doen. Dus ik begin hier even met de neus. Ik spaar een beetje uit met het idee dat er een neusgat is. Deze lijn ga ik wel recht doen. Maar dan deze zo. En ik volg deze lijn die ik net getekend heb, maar ik ga hem niet in één rechte lijn tekenen. Om de vacht een beetje na te bootsen, doe ik van die streepjes. En heel erg nauw komt dat niet. Ik merk dat mijn pen bijna leeg is. Zo. En ook hier. En hier zou je eventueel kleine driehoekjes van kunnen maken. En ook weer dat pootje. Hier loopt dat gewoon door. Niet één rechte lijn, maar hou dat even gebogen. Je kan zelfs meerdere lijntjes naast elkaar houden voor een iets rommeliger effect. Hier trekken we gewoon de lijn van die rechthoek door. Nou, dat oog wordt groot. Even een paar lichtpuntjes in het oog die ik openspaar. Zie je dat? Even een wenkbrauw. En je ziet dat ik wat boogjes eraan maak. Het ene oor, het andere oor. En je ziet dat ik de driehoek even iets afbuig. Streepje in voor de opening van het oor. Streepjes voor de haren in het oor. En in plaats van weer die lijn recht toe te buigen, zet ik streepjes. Terwijl de nek hier. Hier doe ik wel aaneengesloten. Om die rug even te belijnen. Je ziet dat ik de lijn niet meer helemaal goed volg. Nou, dat maakt dan niet zo heel veel uit. En wederom, ik schets eigenlijk meer met mijn pennetje dan dat ik aan het lijnen trekken ben. En hier ook het staartje. Zie je de hond verschijnen? Nou, hier heb je al een heel cute hondje. En straks wanneer we het gaan inkleuren, krijgt hij nog weer een heel eigen leer. Nou, met hier een extra walletje onder het oog, dan heb je al één hondje. Gaan we even naar de tweede hond. We zitten even te kijken naar een
dat zullen we doen. Nou, we beginnen met deze keer een groot hoofd. Het mag even echt wel wat anders zijn. En we doen hier ook een cirkel. Dus teken twee cirkels. Ongeveer even groot. En doen we even in deze cirkel een ovaal. Gewoon precies dat de onderste randen van de cirkel en de ovaal elkaar raken. En dan doen we hierin weer een ovaal. En dat kan hoog, dat kan laag, dat maakt dan even niet heel veel uit. Nou, hier gaan we twee ogen tekenen. Weer twee cirkeltjes, dus weer om. Cirkel, cirkel. Die twee cirkels zijn ongeveer even groot, al maakt dat niet zo heel veel uit. Want dit wordt het achterwerk. Het kan natuurlijk ook een heel dik achterwerk worden. En eens even kijken. Wat gaan we doen? We gaan lange fluffy oren maken. Dus dat worden ovaaltjes die heel erg lang gerekt zijn. Zie hem al verschijnen. En hier komt de staart. Nou, ik heb geen idee of zo'n hond zo'n staart heeft. Geen idee, maar dat maakt toch niet uit. Dat is het detail. De poot, die valt eigenlijk. Hier is de staart. Zo. En dan gaan we deze gewoon even zo doen. Zie je dat ik hier eigenlijk van deze cirkel maak ik een lijn even iets licht gebogen tot net naast de cirkel wat het achterwerk vormt. Dus cirkel, cirkel, die verbind je even met een paar boogjes. Je krijgt dan bijna een, nou ja, wat voor vorm is dat? Een botvorm of zo. In de cirkel, halverwege, twee ogen, een ovaal voor de snuit. En dan, nou ja, de bek eigenlijk. En het oogje, of de neus. En dan gaan we even kijken naar hoe we het mondje gaan doen. Die kan natuurlijk zo. En dan heb je eigenlijk al een hond die al klaar is. Wederom pak ik mijn 02. En even kijken. Twee grote ogen. Nou, laten we die maar naar boven kijken. En ik doe er wederom even een balletje in wat ik niet inkleur. Om eigenlijk het lichtpuntje in het oog te benadrukken. Zet die altijd even een ongeveer op hetzelfde plekje in het zwarte gedeelte. Dan is, nu heb ik erin gedaan, dan zie je dat die een beetje scheel kijkt. Maar dat is op zich niet erg. En ook hier kan je weer of glad gaan of heel erg piekerig. En ik denk dat ik toch wel weer voor een beetje een combinatie van dat gladde en dat piekerige ga. Hier zie je die de oren. Je ziet dat ik eigenlijk het oor een beetje achter het hoofd laat vallen. En hier het neusje met de twee gaten. Ik weet niet hoe ik dat even zo mooi. Het moet ook geen varkensneus worden, dus het kan zijn dat ik dat zo wegwerk. En weer in plaats van een rechte lijn om die cirkels te doen, hou ik het even schetserig. En ook die snuit, die vorm, hou ik even op die manier. En hier gaat het oor er wel voor. En wederom de haren. In plaats van een rechte lijn. En hier doen we dat weer. En afhankelijk van in welke richting je de lijnen zet, want je kan ook zo doen, geef je juist de bollen weer of maak je de haren piekeriger. Dat kan allemaal. Hier hebben we een soort van pootje. Nou, het gaat hier verder. De staart gaan we beginnen. Ik maak hem even iets dikker aan de. En
En zo heb je een hondje wat naar achter kijkt. Dan ga ik met mijn Micron 05, die is iets dikker, ga ik toch even weer, net zoals dat ik in andere tutorials doe, even een bepaalde zijkant even iets meer aanzetten. En daarmee krijg je, daarmee geef je het beestje even net even iets meer cachet. En heel erg nauw komt het niet. Nou, je ziet het, ik bedenk dit dus echt totaal niet van tevoren. Maar ja, ik teken ook al jaren. En we zetten ze even in het gras neer. Nou, dan ga ik even. Nou, ik vind dit nog even. Mag even iets meer. Vinden we dit goed? Is dit grappig? Twee hondjes. Eigenlijk heel simpel. Kijk, dan heb ik hier nog ruimte om eventueel wat te zetten. Of ik kan hier nog even wat letteren. Maar dit is eigenlijk de eerste basis. Dan ga ik het gewoon even gummen en dan gaan we kijken hoe we dat met pastelpotloden heel leuk kunnen inkleuren. Nou, ik heb het uitgegumd en nu wil ik even met pastelpotlood gaan inkleuren. Wat ik leuk vind aan pastelpotlood is dat de kleuren heel gemakkelijk blenden. En hier, de doos moet je me niet opletten, die heb ik al helemaal volgeschribbeld. En ik heb al allerlei dingetjes verzameld. Dit was aanvankelijk mijn eerste doos, nou eigenlijk mijn tweede moet ik zeggen. Ik ben begonnen met Bruinzeel Design pastelpotloden en ik hou van dat hele zachte. En ik heb om te testen van verschillende andere merken even losse potloden af en toe bijgekocht. Zodat ik die ook kon uittesten. En uiteindelijk kreeg ik een prachtige doos van mijn zoons, van De Wendt. Ze zijn iets harder als die van Bruinzeel, maar ik vind ze ook gewoon heerlijk werken. En ik vind het leuk aan deze dat hij zoveel kleuren heeft. Maar ik hou van het zachte van de pastels van Bruinzeel Design. Alleen ze hebben wat minder kleuren. En je ziet, ik heb ondertussen al zoveel gekleurd dat ik ook al heel veel kleuren weer mis. We gaan inkleuren. Natuurlijk, een hond heeft een beetje een bruinige tint. Maar we hebben blauw papier. Wat zullen we doen? Zullen we er groene honden van maken? Of een oranje hond? Nee, we gaan toch wel een beetje de natuurlijke kant op. Even kijken, deze kleur vind ik wel prima. Deze kleur zullen we er even bij doen. Dat we even een paar tintjes erbij doen. En deze hond ga ik even iets donkerder doen als deze. Die wil ik even iets meer golden hebben. Dus ik hou en het misschien wat geliger. Dat zijn de kleurtjes die ik er even ga uithalen. En een belangrijke tip is wanneer je gaat slijpen. Zorg dat je een puntenslijper hebt die bij het potlood past. Dat heb ik lange tijd niet gedaan. Maar ik heb uiteindelijk gingen de punten elke keer stuk. En heb ik gekozen voor een puntenslijper van Bruinzeel Design zelf. Ik heb hem toen ooit eens een keertje gemaild en dat advies kreeg ik. En het werkt echt wel dat je de juiste slijper bij het juiste type potlood koopt. Want de punten van pastelpotlood breken heel snel. En ik zal even laten zien hoe snel die breken. Moet je ook heel voorzichtig doen. Er zijn verschillende technieken waarmee je kan punten slijpen. Er zijn er mensen bij die het potlood erin zetten en dan de puntenslijper gaan draaien. Nou, het gevaar daarvan is dat je het potlood te zwaar beschadigt. Hou je puntenslijper stil en ga rustig draaien in het geel. En voel even ook wat het hout doet. Pastelspotloden zijn wat lastiger heel scherp te krijgen. En daarmee zijn ze, tenminste vind ik, en daarmee zijn ze wat lastiger voor heel klein en gedetailleerd werken. Maar je gaat zien, echt dat blenden daarmee, dat vind ik heerlijk. Nou, met dit kan ik al wel een redelijk puntje doen. Een andere techniek om je punten, ik ga even omdraaien, om je punten mee te slijpen is met een mesje. Ga ik even op zoek waar ik mijn mesjes heb. Ik heb hier van die prachtige karretjes. Ja. Dit mesje, en ik hoop dat het mesje nog even scherp genoeg is.
En wat je dan kan doen is dat je je potlood vasthoudt. En nu is het lastig met mijn brace, maar als je hier gaat neerzetten en dan schuif je hem langzaam weg. En dan zo stukje bij beetje hou je hem heel plat. Ik weet niet of je dat dan zo kan zien. Je houdt hem heel plat en dan schuif je het hout eigenlijk als het ware in schilfertjes eraf. En dan leg je het potlood leg je bloot. Nou, die is dan nog niet scherp. Nou, dat kan je dan op dat moment in een punt slijpen door dat met het mesje te doen. Maar je kan ook zeggen dat je hem dan wel weer in de puntenslijper zet. En dat je dat heel voorzichtig de punt alsnog gaat bijwerken. Alleen dit wordt altijd wel messy. Want je ziet het, gaat alle kanten op. Als ik nu de puntenslijper pak, dan zet ik hem even onderin omhoog. En heel voorzichtig schraap ik dan het potloodgedeelte, pastelgedeelte, schraap ik er voorzichtig af. En soms moet ik even van punt wisselen. Dan zie je wat er gebeurt heel zachtjes aan. En dat heeft wat voeten in de aarde. Het is niet zo dat je ze makkelijker slijpt als gewone potloden. Maar hier heb ik nu een hele mooie punt. Zie je? Nou, ik ga even al mijn potloden slijpen. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik ben weer terug. En ik ga even beginnen met deze hond. Want ik ben rechts. Dus pastel veegt heel makkelijk uit. Laat ik het even zien. Als ik hier even opveeg. Ik doe even die kleur ernaast. En deze kleur ernaast. En ik ga even met... Nou, ik pak even een tissue, want ik wil mijn vingers niet gelijk al helemaal vies hebben. En ik ga wrijven. Zie je al gelijk wat het doet. En afhankelijk waarmee je wrijft, krijg je een ander effect. En het ene pastelpotlood is ook net even iets harder dan het andere. En ook dat wil nog wel wisselen. Want kijk, als ik heb er hier eentje van Gioconda. Als ik die doe... En ik ga die wissen. Zie je dat die minder streperig wordt als die van Bruinzeel. Maar deze zijn dus nog zachter. Het is maar net waar je prettig mee werkt. Ik ga deze hond niet te donker. Ik begin even met geel. Ik ga van licht naar donker. Nou nee, ik ga van donker naar licht werken. Dat vind ik makkelijker. Dus ik deze, hier zitten nog wel wat donkere stukjes in. Want daar hangen de haren over. En ik zet even rustig streepjes. Het hoeft nog niet in elkaar over te lopen, want pastel ga ik zo meteen toch nog uitvegen. Ik zet nu even alleen een basis op. Hier mag het ook wat donkerder, dus snuit laten we gewoon even wat lichter. Die simpele hondjes. En ik ga even kijken, heb ik nog? Even aan het zoeken, waar heb ik mijn wattenstaafjes? Want met wattenstaafjes, maar deze zijn vies, dus ik moet even nieuwe halen. Ik ga even nieuwe wattenstaafjes halen. Nou, ik gebruik altijd wattenstaafjes, of altijd. Ik gebruik wattenstaafjes of een doezelaar om de kleuren mee te blenden. En je krijgt daar vaak wel net even een iets ander effect mee. Als ik hier... Oh, nou kijk, heel handig. Die moet ik zo meteen opnieuw doen. Als ik bijvoorbeeld deze zo neerzet en ik ga met een wattenstaafje eroverheen, dan heeft dat dit effect. Maar laat ik hem even eerst schoon wrijven. Deze doezelaars die maak je heel erg handig schoon met een schuurpapiertje. Daar heb je ook van die speciale handige plankjes voor. Maar gewoon een simpel schuurpapiertje uit de bouwmarkt werkt ook. En hier zie je, en je ziet amper verschil. Maar met de doezelaar wrijf je de kleur dieper het papier in dan met een wattenstaafje. En wat maakt dat hier het papier sneller verzadigd wordt? Dus dan kan je wat moeilijker met een kleur op dan met een wattenstaafje. Dus als je gelaagd en fluffy wil werken, vind ik wattenstaafjes prettiger. Zorg dan wel dat je de kleur niet mengt. Want in één keer heb je
kan je in één keer een andere kleur hebben. Zie je wat er gebeurt wanneer ik met een wattenstaafje die kleuren ga doen? Het blauw willen we natuurlijk niet helemaal weg. Maar je ziet wel dat ik een heel mooi verloop krijg van dit bruine. Zie je? En als ik de kleur weer even mooi pak en over die randjes ga, dan wrijf je het nog even verder uit. Dat is wat pastel doet. Nou, ik vind pastel heerlijk. Je kan er ook even zelfs nog met terpentine, dat je je wattenstaafje doopt in terpentine. Of dat je penseeltje pakt met terpentine. Ik weet niet of dat met dit papier dan zo lekker gaat. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die je kan proberen. Nu heb ik dat donker ingekleurd. Dan ga ik er met een lichtere kleur even verder overheen. En dan doe ik hetzelfde. Kijk even waar de rand van de kleur zit. Dus aan deze kant is hij nog schoon. En ik wrijf niet te diep, want ik wil de streperige structuur nog even iets zichtbaar houden. Ik weet niet of je dat op de camera dan goed ziet, maar dat geeft dan een iets hariger effect. En dan gaan we nog een stap lichter. En ik heb hier dan geel voor gekozen. Ik weet niet hoe dat uitkomt met het blauw. Nou, het blijft aardig geel. Het is niet dat het groen wordt, want het ligt er ook echt op. En wederom kies ik even een schone zijde van mijn wattenstaafje. En wat ik leuk vind aan deze manier, dat blauwe papier blijft er onderdoor schijnen. En dat geeft gewoon even iets vintage, vind ik. Nou, wat je met pastel altijd hebt, je moet lef hebben. Je moet durven om goed veel contrast te doen. Dit is leuk, maar als je meer contrast aanbrengt, dan wordt het leuker. Let wel op, nu moet je er niet door gaan wrijven, want je wrijft het alle kanten op. Ik vind het zonde om dit weg te gooien. Dus ik ga hem nog een keer gebruiken. Dan ga ik toch even donkerder. Nou, misschien moet ik toch nog donkerder pakken. Ik zoek even een zwarte erbij. In theorie is dat niet zo heel denderend, hè? Ze zeggen altijd nooit zwart als schaduw gebruiken. Maar het is wel lekker handig. Even iets meer schaduw. Iets meer contrast. Doordat je even echt een harde kleur toevoegt. En wederom even kijken. Deze kan wel. En je krijgt een heel leuk, cute hondje. En dan voor wit. Nou, niet alle witte pastelpotloden blijven goed zitten. Wat? Ik fan van ben, is witte kool. Dit is dus geen pastelpotlood. Dit is geen kleurpotlood. Dit is eigenlijk gewoon houtskool, maar dan wit. Helemaal geweldig. En daarmee tik ik het oog even aan. En je kan natuurlijk ook zeggen een paar en die hoef je dan natuurlijk niet uit te vegen. Je laat deze witte lijntjes gewoon bestaan. En dan heb je een heel leuk rondje. Even zo. Wat nu hier wel belangrijk is, je mag er niet overheen wrijven, want dan wrijft die door elkaar. Straks, wanneer ik het andere rondje ook heb gedaan, dan ga ik het fixeren. Dat kan met haarlak. Maar doe dat dan met haarlak die niet plakkerig is. Dat is echt wel heel belangrijk. Of kies ervoor om echt sprayfixatief te kopen. Die kan je bij de Hornbach voor 7-8 euro kopen.
En ik heb ooit een filmpje gemaakt, YouTube-filmpje, waarbij ik verschillende soorten sprayfixatief heb vergeleken met elkaar. Nou, en eerlijk, in kwaliteit, als het maar fixeert. Soms moet je 1 of 2 dunnere laagjes extra aanbrengen. Maar sprayfixatief is... Ik vond weinig verschil in al die merken. Zeker voor beginnende kunstenaars en kunstenaressen is een goedkope versie ideaal. Ik heb even een andere. Ik heb geen zin om de punten te slijpen. Dus ik heb even een andere kleur uit mijn Derwent-doos gepakt. En je ziet dat ik weet niet of je het ziet, maar deze is even wat stugger dan dat bruinzeel. Ik vind bruinzeel echt ook wel heel lekker. Maar ja, je gaat een gegeven paard ook niet in de bek kijken. Ik ben dol op mijn jongens en ik vond deze doos ook echt geweldig qua hoeveelheid kleuren. En dan zie je me gewoon eigenlijk weer hetzelfde doen. Je kan ook meerdere kleuren tegelijkertijd opzetten, zodat ze een beetje door elkaar komen. Dan komen ze niet over elkaar, maar door elkaar. Je kan ook meer gelaagd werken door bijvoorbeeld dit te fixeren. Dan zit het vast en er dan weer een kleurlaag overheen te brengen. Nou, zo heb ik wel tekeningen waarbij ik wel meer dan 10 kleurlagen. En dan ben ik daar uren en dagen aan bezig. Maar die hebben dan heel veel kleurlagen. Maar je ziet, met een papiersoort als dit wil je niet te veel kleurlagen. Want je vindt het papier gewoon heel mooi. Dan wil ik het papier gewoon echt zichtbaar houden. Nou, hier doe ik even wat lichter. Hier. En nu vind ik toch weer dat hier niet genoeg contrast tussen zit. Kan ik dat zwart wel weer pakken? Maar ik ga even kijken of ik een andere donkerbruine heb. Dan ben ik weer te lui om te... Hier heb ik weer een heel andere soort. Dit is helemaal. Er zit geen hout omheen. Dit is gewoon volledig houtkool. Er zit alleen een laagje. Ik heb geen idee wat het is. Maar die heb ik dan in Amerika gekocht. Die zijn ook best wel lekker. Alleen ze stinken. Dus daar moet je ook af en toe op letten. Even kijken. Nou, ik vind in mijn bruinzeeldoos is al zo uitgedund. Ik heb er bijna geen potloden meer in. Dus ik ga even bij mijn Derwent. En laten we deze maar gewoon. Chocoladebruin. Kan nooit fout zijn, toch? Chocola. Oh, zijn jullie ook zo gek van chocola? Ik wel. Alleen ik mag geen suiker meer. Dus ik moet echt suikervrije chocola. Gelukkig bestaat die. Trouwens een heel grappige anekdote. Wij zeggen wel eens van als iets echt zo lekker is. Waarom heeft God het dan niet zo lekker op die manier geschapen? En ik heb al wel eens gedacht van nou, waarom heeft God geen boom geschapen waar de chocoladedruppeltjes aan hangen? Echt werkelijk waar. Dat is gewoon biggest mistake ever. Maar er bestaat een boom met een bepaalde vrucht. En nu moet ik even nadenken hoe die vrucht ook heet. Maar werkelijk waar. Ik heb hem in Florida geproefd. En het is net alsof je chocoladepudding aan het eten bent. Echt waar. Gewoon, je moet de vrucht echt heel erg lang laten liggen. Totdat hij helemaal bruin wordt. Hij ziet er een beetje als een granaatappel uit. Maar dat is hij niet. En op het moment dat hij bijna rot is, dan moet je hem opensnijden. En dan zit de binnenkant even een soort van bruine drap zitten in. En het proeft echt werkelijk waar naar chocola. Ik kan even niet op de naam komen. Misschien ontglipt hij me zo meteen. Maar misschien dat een van jullie het weet. Het is ongeveer zo'n grote vrucht. En we zagen hem liggen bij de Robert is Here Fruit Stand in Florida als je naar de Everglades gaat. Werkelijk, als je ooit een bezoekje brengt aan de Everglades. Volgens de lokale mensen is de Robert is Here Fruit Stand echt de lokale bezienswaardigheid. Ze hebben daar meer dan 30 soorten mango's. Nou, dat is op zich al wel bijzonder om te zien. Ze hebben ook echt, wat is het, meer dan 30 soorten honing. Nou, van alles en nog wat gewoon heel erg leuk. En het ziet eruit als een veredelde fruitkraam. Het is gewoon grappig om er even langs te komen. En om er naartoe te gaan is gratis. Tenminste, als je niks koopt. Het is gewoon wel leuk.
Ik kan de naam van dat fruitsoort even niet meer herinneren. Maar het is echt net chocolade. Ik heb er een milkshake van gehad. In combinatie met kers. En dan denk je, ik ben heel ongezond bezig met een chocolademilkshake. Maar nee. Het is gewoon fruit. En ook hier ga ik denk ik wat lichtere streepjes aanbrengen voor het accent. Lichtere. Ik vind het toch nog even iets te licht. Misschien moet ik wat meer grijs gaan pakken. Zie je, ik doe even wat flow van de haartjes. Een beetje een langharige hond. Hoe heet zo'n hond eigenlijk? Ik weet het helemaal niet. We hebben geen huisdieren. Ik zeg altijd, we hebben twee kinderen. Dat zijn varkentjes genoeg. Ik hou van mijn kinderen, maar ze kunnen wel rotzooi maken. Maar ik neem aan dat dat kinderen eigen is. En ook hier in het oog even. Nou, kijk, nu heb ik de neiging om met mijn pen nog even dat randje te doen. Dat moet je niet doen, want dan verstop je pen gelijk. Wat je dan moet doen is even eerst fixeren en dan even met het pennetje er weer aan gaan zitten. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel leuk. Wat ik wil is dat de achterkant nu nog even wat gaat oplichten. Maar op het moment dat ik dat met witte kool ga doen en ik wrijf over het hondje heen, ga ik er doorheen wrijven. Om dat te voorkomen ga ik nu eerst fixeren. En ik eens even kijken. Nou, ik heb heel veel soorten fixatie. Deze is van Thales. Is prima. Moet je wel echt vanaf afstand spuiten. Want anders komt het te geconcentreerd op het blad. En dat wil je ook niet hebben. Dus ik neem even afstand. En ik spuit. Even rustig. Nou, mag je eigenlijk ook al gelijk een raam openzetten. Want erg fris ruikt deze niet. Maar dan is hij zometeen wel gefixeerd. En, nou, je laat het een minuutje drogen. En dan kan je weer verder. En we gaan weer verder. Het is weer lekker droog. Maar de geur hangt nog in de kamer. Ik heb nou eigenlijk niet zoveel zin om het raam open te gooien met die sneeuw en kou buiten. En ik ga nu heel voorzichtig. Kijk, als ik nu eroverheen ga, in principe wrijft het niet meer zo snel uit. Straks wanneer het helemaal klaar is, dan fixeer ik hem nog een keer. En ik druk vooral niet te hard, want op het moment dat je hard drukt, dan druk je het papier een beetje in. En krijg je iets meer structuur in het papier. Wanneer je dan gaat wrijven, dan krijg je het niet egaal. Dus je moet echt proberen net even iets met de zijkant van je potlood de kleur erop te zetten. En je kan beter in laagjes werken en niet drukken, dan dat je in één keer gewoon echt heel veel erop zet. Kijk, als ik zo doe en gaan mengen, dan krijg je een mooier verloop. Zie je? Elke keer net even iets meer, dan wordt hij dikker en dikker en dikker. Maar als je dan gewoon in één keer zo gaat zetten, behalve dat je potlood kan breken, wordt het ook gewoon meer stug. En je wil juist liever dat grappige verloop. En zo moet je even geduld hebben en laag voor laag opzetten. Als je structuur wil behouden, dan kan je ook zeggen dat je dit bijvoorbeeld gaat fixeren. Dan heb je dat streperige structuurtje. Dan kan je er daarna nog lagen overheen brengen. Dan blijf je dat streperige structuurtje een lange tijd echt wel zien. Nou, hier kan ik trouwens ook doorwerken, want dit is de achterkant van de kaart. Dus ik mag hier even ook wel doorwerken. En wederom met een wattenstaafje of een doezelaar. En een vinger geeft weer net even ander effect dan een
en wat het staafje doet. Dus maak vooral je vingers ook vies met pastelpotloden. Dat is helemaal, doen ze allemaal. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb maar een paar gewone potloden. Ik doe alles, als ik iets kleur met potloden, is het altijd met pastel. Ik vind het zo fijn wat dat doezelen betreft. En ik heb niet eens gewone potloden. Ik zou wel eens aquarelpotloden willen proberen. Maar ja, je kan niet alles blijven kopen. En op een bepaald moment heb je ook je favoriete materialen. En ik gebruikte het eigenlijk wanneer ik ga bijbeljournalen, vind ik het fijn om met hele zachte potloden te werken. Omdat dan die pagina's niet doordrukken. Dus hier met de vinger haal ik er weer even iets vanaf. Maar je krijgt wel even dat grappige effect van dat schijnsel er doorheen. Nou, nu kan ik even met een potlood weer even de randjes even iets meer aanzetten. Zodat je toch echt dat rondje op de voorgrond hebt. En dat je daar waar je een beetje met het wit op het zwart bent gekomen, dat dat dan niet zo erg is. En dan kan je eigenlijk ook hier kan je dat weer gebruiken. Dat vindt, nee, deze niet. Welke kleur had ik hiervoor? Dan komt hij toch op de voorgrond. Nou, dan kan je de vloer even nog wat aanzetten. Nou, dan pak ik even een olijfkleurig. Omdat ze op het gras zitten. En je kan hier ook echt sprietjes mee tekenen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil even heel subtiel de illusie van een grasmat. Maar meer ook niet. En ik wil hier eventueel nog lettering bij aan doen. En dan pak ik het zwart weer als schaduw. Je kan ook allerlei tinten grijs nemen. Die diepgang te krijgen. Zie je dat het net even iets meer diepgang. En doordat je hier even iets meer zwart doet, dan lijkt het net alsof je een schaduw van de staart hebt. Zie je dat de staart nu even iets omhoog lijkt te zweven. Nog iets meer contrast. En zo heb je eigenlijk best wel een hele grappige kaart. Ik heb de kaart gesneden. Ik heb hem nog een keertje gewoon gefixeerd. En dan wil ik even met een simpele pons de hoekjes even net even wat beter afwerken. En dan zie je dat er een grappig hoekje ontstaat. Alleen niet zo prettig voor mijn duim. Nou, dat lukt ook niet. Nou, ik moet toch even drukken zo. En om nog meer af te werken, heb ik hier Versa Magic Dewdrops. Dat is van die sponsjes. En daarmee kan je de rand nog even netjes afwerken. En zo heb je eigenlijk een hartstikke leuke zelfgemaakte kaart. En je zou eigenlijk het wit aan de achterkant nog meer kunnen laten uitspringen. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel grappig. Nou, deze gaat voor een verjaardag de bus op. Wanneer je het namaakt en ook zelf aan de slag gaat, vind ik het heel erg leuk dat wanneer je het post op social media, dat je mij tagt. Vind ik hartstikke leuk om jullie creaties te zien. En laat vooral even een comment of een like achter. Vind ik gewoon hartstikke leuk. Hey, deze is de hondjes en ik ben heel benieuwd naar jullie creaties.